Hey Mats, deze rubriek heet Hoe gaat het met? Nou, laten we met die vraag beginnen. Hoe gaat het met Mats Deel? Het gaat wel goed. Zoals iedereen zit ik voornamelijk thuis. Ik doe nog wel veel sporten, gewoon dagelijks. Weekend niet, maar vijf dagen in de week ben ik wel of aan het hardlopen of krachttraining aan het doen. Dus zo kom ik mijn dagen wel door. Nou, doe je dat dan volgens een bepaald schema of is dat gewoon lekker eigen invulling? Ja, lopen is wel volgens het schema een beetje wat we hebben gekregen. Niet helemaal hoor, maar die hou ik wel een beetje aan. En krachttraining is meer op eigen idee, zeg maar. Oké, en hoe beleef jij deze periode? Jij als ik ken jou wat langer, als voetbaldier. Ja, nou ja, het is lastig, hè, want uiteindelijk is het leukst om met je teamgenoten op het veld te staan te trainen. Maar ja, kan even niet. Ja, dat is niet anders. En daar moet je even mee dealen. En dat lukt wel, weet je, ik kom mijn dagen wel door. En ja, het is natuurlijk, iedereen hoopt dat het zo snel mogelijk weer een beetje back to normal wordt. Maar daar ziet het voorlopig in ieder geval nog niet naar uit. Dus ik kom mijn dagen door, wat ik zei. En natuurlijk mis ik het voetballen wel. Alleen ja, dit is nu even belangrijker dat iedereen gezond blijft. Ja, je gaf er net al eigenlijk al een beetje antwoord op. Van ja, jij denkt dat het nog wel even gaat duren. Ben je dan ook nu totaal gewoon eigenlijk helemaal niet met voetballen bezig? Ja, ik ben gewoon fit aan het blijven, zeg maar. Ja, dat ja. Voor het geval, weet je, de competitie nog wordt afgemaakt. Dan moet je gewoon fit zijn, anders heb je een probleem en is het halve team geblesseerd dadelijk. En, maar verder, nee, ja, voetbal kijken is er niet bij, want er wordt niks uitgevoerd. En voetballen zelf is haast onmogelijk, want om in mijn eentje een balletje te gaan trappen, nee. Nee, dat niet. Je gaf net aan, lopen, krachttraining. Hoe vul je je dagen verder? Want je gaf mooi aan van, ja, ik kom mijn dagen wel door. Hoe zien die er verder ja, uit? Ja, ik doe ook nog een opleiding, dus daar ben ik ook mee bezig. En verder... juist een beetje welke opleiding doe je? Topsport management en ondernemerschap. Dat is via de VVCS. En ik heb dat ooit een keer van Nick Vossenbelt, die deed dat. En ik zat toen nog gewoon op een reguliere opleiding. Op Avans in Den Bosch. En dat bleek steeds lastiger te combineren. En toen... Want ik wist dat Nick dat deed, dus ik vroeg aan Nick van hoe zit dat precies in elkaar. Had hij het een beetje uitgelegd en dat leek me wel een goed alternatief. Ja. Dus toen ben ik dat gaan doen. Geeft deze tijd jou dan ook de tijd om bijvoorbeeld daar in de studie wat in te halen? Of? Nou, ik liep niet achter of zo, dus het is niet per se inhalen, maar het is wel gewoon goed bijhouden. En, het is nou niet dat ik de hele dag aan mijn studie zit, want dan word je ook helemaal gek. Alleen het is wel inderdaad, ik heb er nu wat meer tijd voor dan normaal. Ja, maar je denkt dus ook al na over, en dat duurt nog heel lang Mats, over na je voetbalcarrière. Ja, tuurlijk. Weet je, ik kan niet tot mijn 45ste blijven voetballen. Misschien centraal achterin, maar in ieder geval niet op rechts. En natuurlijk, dan moet ik later wat anders gaan doen. Ja. In ieder geval, totdat ik dat weet wat ik wil, blijf ik gewoon studeren om zoveel mogelijk kennis op te doen. En dan heb ik, als het goed is, zoveel mogelijk opties later als ik gestopt ben met voetbal. Wat hopelijk inderdaad nog wel een tijdje. Ja, eerst hopelijk weer snel op het veld als het weer kan en voor iedereen verstandig is om te doen. Ja, inderdaad. Nee, eerder ook niet. Weet je, als de RIVM en de overheid aangeeft van... sportclubs, voetbalclubs mogen weer voorzichtig wat gaan doen. Okay, dan gaan wij ook weer wat doen. Misschien eerst in kleine groepjes. Ik weet niet wat ze in Duitsland allemaal nu aan het doen zijn. Die zijn gewoon aan het trainen, geloof ik. Ja. Vanochtend las ik ook iets van Bayern München. En weet je, als dat mag, ja, dan kan dat. En zolang dat niet mag, ja, dan luisteren wij daarnaar en terecht. En blijven we lekker thuis. Ja, heel, heel duidelijk, Mats. Jouw toekomst bij FC Den Bosch, hoe ziet die eruit na dit seizoen? Want we gaan er even vanuit, ja, dit seizoen of er nu wel of niet gevoetbald wordt. We kijken even naar het seizoen 2020-2021. Ja, voor nu lijkt het erop dat ik gewoon bij Den Bosch speel, want ze hebben mijn optie gelicht.
net voordat het moest, zeg maar. Ja, net voor die datum 1 april was dat. Ja. Dus nee, voor nu lijkt het dat ik gewoon bij Den Bosch heb, ja. Ja, want dat was een eenzijdige optie dan vanuit de club? Ja. Ja, voor een extra jaar of extra seizoen? Voor één extra seizoen. Ja, dus normaal gesproken speelt Mats de Hel ook volgend seizoen in het blauw-wit bij FC Den Bosch. Ja, tenzij ik word verkocht. Oké. Okay. Ja. Wat niet, ja, weet je, wat niet is wat Den Bosch per se wil, want die willen mij wel graag behouden natuurlijk. En nee, maar ja, het is even wachten. Ja, maar je maakt na je terugkomst van je blessure gewoon een uitstekend seizoen door. Ervaar je dat zelf ook zo? Ja, nou, uitstekend. Weet je, ik kan altijd wel wat beter, maar ik ben in ieder geval blij dat ik gewoon zo'n seizoen kan draaien. Ook helemaal, zeg maar. Dat ik heb een paar, misschien 45 minuten gemist toen ik geblesseerd uitviel. Maar verder heb ik nergens last van en ben ik gewoon blij dat ik alles volop mee kan doen. En inderdaad ook een goede bijdrage kan leveren aan het team. Ja, hoor je wel eens iets van andere clubs, Mats, dat er interesse speelt of vanuit een zaakwaarnemer? Of? Ja, tuurlijk, weet je, het is inderdaad wat je zei, het is, ik draai op zich gewoon een prima seizoen. En, rechtsbacks, ja, die zijn er niet heel veel hele goede. Ja, vooral moderne rechtervleugelverdedigers, dus, want je had vaker ja. de achterlijn van de tegenstander dan jouw directe tegenstander, die van ons. Ja, dat is inderdaad iets wat ik een beetje dit seizoen heb ontwikkeld. Omdat inderdaad, het gaat in moderne voetbal ook veel over fysiek, hè, over inhoud, hoe vaak kun je de achterlijn halen. En ja, het is, dat is iets wat ik een beetje heb in mijn spel gekregen, dat je gewoon blijft gaan naar die achterlijn en je kan het volhouden. En dus ja, dan zou ik dat ook gek zijn als ik dat niet zou doen. Nee, ja. En met Danny aan de rechterkant krijg ik die bal ook wel eens mee, gelukkig. Dus, ja, op Danny komen we dadelijk nog wel even terug. Okay. Ja, maar terugkomend op die vraag, hoor je dan wel eens iets dat er interesse is vanuit bijvoorbeeld de Eredivisie? Ja, weet je, dat is nog niet concreet geweest, dus ik kan moeilijk zeggen dat het echt... Of clubs gaan noemen, weet je. Het is nee, altijd, dat... het is voetbal en er speelt altijd wel iets, maar om nou te zeggen dat ik echt overgenomen zou worden nu, is, nee, dat nu nog niet. Nee, maar... Helemaal nu mijn optie is gelicht, weet je, dan moeten clubs me toch gaan kopen en ja, dan moet je wel flink in de buidel tassen natuurlijk voor mij. Dat lijkt me, ik neem aan... gelimiteerde transfersom. Ja, ik weet helemaal niet precies hoe het zit. Ik hoor het allemaal wel. En, ik zou nog steeds graag een stap willen maken. Ik ben ambitieus. En, ja, dat wou ik vragen. Want je hebt wel natuurlijk die ambitie om ooit te stappen. Yes. Of het dan met Den Bosch is of een andere club. Het liefst met Den Bosch natuurlijk naar de Eredivisie te gaan. Zeker. Het liefst eerder gisteren dan vandaag. Maar nou ja, dat wil ik heel graag. En ik weet ook dat ik dat kan. Ja. Dat ik me makkelijk zou kunnen aanpassen bij een hoger niveau. En het is nu alleen nog even afwachten. Ja, we zullen zien wat de toekomst ons gaat brengen. Zeker in deze periode. Weet niemand dat. Nee, daarom... precies. Weet je, eerst even gezond blijven. En, dat is het allerbelangrijkste. Als het maar weer wat rustiger is, dan zal alles alweer gaan spelen. Ja. Hey Mats, er zijn wat vragen ook binnengekomen van supporters die ik je dadelijk even voor wil leggen. Ook twee vragen van eentje van een ploeggenoot. Je noemde zijn naam net al. En een voormalig ploeggenoot. Ik denk, als ik de vraag stel, dat je waarschijnlijk wel weet om wie het zou gaan. Vraag van een supporter. Je komt uit de opleiding van Brabant United, de gezamenlijke opleiding van FC Den Bosch en RKC Waalwijk. Waarom koos je destijds voor FC Den Bosch en niet voor RKC? Ja, dat was toen, heb ik goede gesprekken gehad met, volgens mij was dat nog Fred van der Hoorn. Dat is nu mijn zaakwaarnemer overigens. Ja. En ja, weet je, daar kwam heel veel waardering en veel vertrouwen bleek daaruit. Bij RKC ook hoor. Ook goede gesprekken gehad toen met Remco Overzier was zat daar nog. Maar ja, hoe oud was ik? 16 of zo, 17. En ik mocht toen bij Den Bosch al met een hoger team mee gaan trainen. Zo 1-2 keer per week. En ja, ik had gewoon het gevoel dat ik bij Den Bosch
eerder bij het eerste kon komen. Wat ook gebleken En is. ja, of het eerder is, weet ik niet, Nee, dat maar weet je ik niet. ben Nee. in ieder geval bij het eerste gekomen. Ja, als ik voor RKC had gekozen, had ik dat nooit geweten natuurlijk. Nee, dat is waar. Welke voetballer is jouw grote voorbeeld, Mats? Ja, ik moet zeggen, ik ben niet heel erg van de voorbeelden, weet je. Ik hou van mooi voetbal. En ja, Barcelona is natuurlijk waar ik graag naar kijk. Maar ja, ik heb niet per se een voorbeeld. Nee? Oké, okay. Dat Nee. kan natuurlijk. Met welke teamgenoten heb je het meest contact? Nu nog denk ik met Danny, Ruben. Is Luc nog een teamgenoot? Luc is nog steeds Of een teamgenoot, hè? Is nog ook steeds, wel, hè? ja, nog steeds speler van FC Den Ja, Bosch. en dan Luc. Ja, want jullie kennen elkaar natuurlijk al sinds de jeugdopleiding ook. Ja. Al best wel lang inderdaad. Dus nee, we hebben groepsapp met ze. Daar zit Jort ook nog bij. En dan praten we een beetje met elkaar en kijken hoe het gaat met iedereen. En hopen we natuurlijk allemaal dat we snel weer mogen voetballen. Ja, dat is het belangrijkste. Dan een vraag van een huidige ploeggenoot. Je noemde zijn naam net al, aanvoerder Danny Verbeek. Hoe komt het dat je zoveel voorzetten hebt kunnen geven dit seizoen? Ja, vind ik een goede vraag van Danny. Heb je ook aan Danny gevraagd hoe het kon dat hij zo weinig heeft mee hoeven te verdedigen? Of heb je dat niet gevraagd? Sommige vragen weet Danny dan heel goed te ontwijken. En ik denk dat ik dan Ja, gelijk het antwoord op geef. dat kan niet goed zijn. Nee, nou, ik denk dat Danny en ik heel veel aan elkaar hebben gehad, weet je. Hij is niet zo van het verdedigen, nou dat doe ik wel. En hij is meer van het aanvallen, nou ik geef hem de bal wel. En dan loop ik gewoon als een blinde, zeg maar, langs de zijlijn. En dan weet Danny hem vaak wel op het goede moment mee te geven, gelukkig. En ja, dan moet ik weer 80 meter terugsprinten, want Danny wil wel een beetje verdedigen, maar natuurlijk niet heel erg veel. Nee, ik heb jou dan wel eens langs de kant het woord omschakelen horen roepen richting Danny, maar. Nee, ja, nou, ik moet zeggen, dat is hij wel beter gaan doen hoor, dit seizoen. Ja. Want ja, hij begrijpt natuurlijk wel dat als ik weg ben, dat hij wel iets van een beetje dekking moet geven. En nee, dat is hij wel wat beter gaan doen. En Hij dan, luistert ook. ja, en dan pakt hij wel een gele kaart in dienst van de ploeg. Ja, als hij het niet kan belopen, dan haalt hij gewoon iemand neer. Hè. Of hij schreeuwt wat naar de scheidsrechter. Nou, Ja. maar nee, ik moet zeggen, we zijn een goed duo aan de Ja. rechterkant, denk ik. Mooi. Andere vraag van een voormalig ploeggenoot. Ik denk als ik de vraag stel dat je zelf de naam kunt invullen. Wanneer wordt de vis afbetaald? Oh, dit is van Jordi Thomas, denk ik, of Ja. niet? Ja. Ja, nee, een tijdje geleden gingen we naar de personal trainer. Gingen we trainen en met gebruikelijk 1,5 meter afstand natuurlijk. En toen deden we een spelletje. En ja, toen had hij met vals spel hoor. Ik wil niet zijn overwinning wat bagatelliseren, maar hij speelde wel een beetje vals. Ja. Maar goed, ja, er zijn geen video's van gemaakt, dus op papier heeft hij gewonnen en we speelden voor een visje. Ja. En dan moet ik even duidelijk zijn, Danny Verbeek krijgt ook nog vis, want die had ook gewonnen. Oké. Maar ja, ik weet niet of als Danny nou echt gewoon zeg, een eerlijke speler is, dan zegt hij van, weet je Mats, laat die vis zitten. Je hebt me dit seizoen echt vaak geholpen. In de wedstrijd, weet je. Dus laat jij die vis zitten, dan is het goed. Maar Daar staan we ik weet kiet. niet, ja, ik weet niet of of hij daar mans genoeg voor is. Ja, ik weet het niet. Nee, ja, dit kunnen we natuurlijk voor gaan leggen aan Danny. Ja, dat denk ik dat we dat moeten gaan doen. Daarom. Hey, Mats, wil jij nog iets kwijt aan de supporters? Ja, weet je, voor hun is het natuurlijk ook lastig, hè. Er wordt niet gevoetbald, maar ja, wacht af, blijf zoveel mogelijk thuis, luister gewoon naar de overheid en de richtlijnen van het RIVM. En als het allemaal onder controle is, gaan we snel weer voetballen, hoop ik. En dan hoop ik dat het stadion weer een beetje vol zit natuurlijk. Mooie woorden, Mats. Laten we afsluiten. Ik wens jou alle gezondheid toe voor jou en de mensen om je heen. En hopelijk zien we elkaar
in goede gezondheid snel weer terug in de vliert. Ja, ik hoop het ook. Jij ook alle gezondheid Hey. toegewenst natuurlijk. Dankjewel. We zien elkaar. Ja, bye. Goedjes, hè.